De visie van Faros is het co-creëren, samen iets maken met verschillende belanghebbenden, met een creatieve aanpak en met gedeelde invloed en beslismomenten. Her en der zullen we in het webinar vandaag ook wat linkjes toevoegen naar pagina's op de Faros website. Maar aan het einde zullen we ook nog een beetje nazorg verlenen met een digitale goodiebag die nagestuurd wordt. Waarom met de verschillende belanghebbenden? Nou ja, dat is omdat je niet alleen vanuit je eigen visie, maar ook vanuit of het nou de praktijk is of ervaringskennis of theoretische kennis. Eigenlijk al die verschillende invalshoeken die wil je naast elkaar kunnen leggen en met elkaar kunnen verbinden. Om uiteindelijk dus ook die gedeelde invloed te hebben. En daar zit ook een stukje in dat je niet alleen ervoor zorgt dat wat je maakt beter aansluit, maar ook dat je meer draagvlak kunt gaan creëren voor de mensen waarvan je wil dat die gebruik gaan maken of dat die iets aan hebben van hetgene dat je ontwikkelt. En de creatieve aanpak, die zit er vooral ook in, zodat je een open houding kunt hebben, zodat je hiërarchieën die misschien bestaan als je met verschillende groepen aan de slag gaat, dat je die wat kunt doorbreken. Dus daar zullen we vandaag ook wat over vertellen. En natuurlijk zit in het woord zelf co-creatie, zit eigenlijk al dat creëren en dat creatieve aspect. Vandaag gaan we het dus hebben over co-creëren in de wijk. We zullen eerst wat uitleggen over het waarom eigenlijk, de meerwaarde van co-creëren. We gaan in op de hoe dan, waarin we drie kernpunten uitlichten. Belang van vertrouwen en verbinding, het hebben van een open houding en een passende rol. En dat reageert ook een beetje op een aantal van de vragen die we ingestuurd hadden gekregen over de rol van bijvoorbeeld sleutelpersonen en ervaringsdeskundigen. En dan geven we nog wat pointers met hoe verder. Misschien goed om te zeggen, als je vragen hebt, dan is het fijn als je die even in de chat zet. Ik zal proberen, als het lukt, om ze goed scherp te zien, om vragen voor verheldering tussendoor te beantwoorden. Maar als je echt verdere hulpvragen hebt, dan hebben we daar aan het einde hopelijk ruimte voor. Nog even iets over Faros. Faros is expertisecentrum gezondheidsverschillen met als missie het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dus in dit webinar zullen we ook binnen co-creëren in de wijk ook nadruk leggen op het zeker niet vergroten van gezondheidsverschillen, maar juist het proberen te verkleinen door de stem mee te nemen van mensen die de negatieve effecten van gezondheidsverschillen ervaren. Waarom is dat nou belangrijk? Nou, ook in Nederland zijn er veel gezondheidsverschillen. Ondertussen is dat eigenlijk bij steeds meer organisaties. En ik neem aan, met de groep waarmee we hier vandaag zijn, is dat wel goed bekend. Maar het is zeker in Nederland een probleem dat er gezondheidsverschillen zijn. Mensen met een lager inkomen en lagere opleiding, die leven gemiddeld 15 jaar lang, minder lang in goede gezondheid. 1 op de 4 mensen die heeft te maken met beperkte gezondheidsvaardigheden, waardoor ze moeite kunnen hebben om de zorg, maar ook preventieve zorg, te navigeren. Met een steeds meer digitale samenleving is het ook een uitdaging dat 1 op de 5 mensen moeite heeft om te gaan met digitale producten. En 1 op de 6 mensen heeft moeite met lezen en schrijven. Ja, nu wij gaan het hebben over waarom moeten wij co-creëren of wat is de meerwaarde van co-creëren. Dus eigenlijk waarom moeten wij mensen, bijvoorbeeld van de doelgroep, mee betrekken onderzoek? Of waarom moeten wij mensen betrekken bij het ontwikkelen van beleid? Wat is de meerwaarde daarvan? Waarom moeten wij mensen betrekken bij het inrichten van interventies? Bijvoorbeeld interventies in de zorg om, bij virus om gezondheid te verschillen, bijvoorbeeld te verkleinen. Dus als wij hebben over onderzoek, kunnen wij beter het onderzoek niet alleen uitvoeren, maar ook goed plannen. Als wij mensen vanuit de doelgroep bij ons onderzoek ook betrekken. Het is niet alleen bij het uitvoeren van onderzoek, maar meer over het plannen van het onderzoek. De juiste onderzoekmethode ook kiezen. De juiste vragen stellen ook aan de doelgroep. Dan hebben wij meer de culturele, sociale context meegenomen in het onderzoek. Het is ook belangrijk dat wij ook
Mensen laten mij beslissen aan mijn denken over het beleid, over dingen die voor hen belangrijk is. Omdat dan die mensen kunnen beter beslissen of beter zeggen wat zij nodig hebben, wat zij ervaren, welke uitdagingen zij ervaren, welke belemmeringen zij ervaren. En dan komt de beslissen, komt de beleid meer representatiever voor hun behoeftes en voor hun zeg maar, situatie. En ook bij de interventies die wij moeten ontwikkelen, of die wij ook ontwikkelen, het is belangrijk als wij mensen ook betrekken, omdat bijvoorbeeld, hier zien jullie dat voorbeeld van een collega van Varus, die werkt als projectmedewerker met ja, het verbeteren van zorg voor migranten en ouderen. En hij zegt, ik bereik niks als ik niet met de migranten, ouderen en professionals in gesprek ga en samenwerk. Omdat wat ik van hen te horen krijg, kan ik niet zelf bedenken. Het is een unieke informatie. Dat is eigenlijk waarom moeten wij co-creëren. Omdat als wij met mensen co-creëren, dat is meer begrijpen van behoeften en uitdagingen van mensen. Het is echt ook testen. Het is echt zien in de praktijk wat zijn de behoeften van mensen. Het is niet meer ons eigen aannames. Het is niet van ons perspectief, maar het is vanuit de perspectief van mensen. En dan wij krijgen ook meer de enthousiaste van mensen, omdat zij voelen dat zij gehoord zijn, dat voelen dat zij hun stem genoemd is in onze interventies, in onze zeg maar beleid ontwikkelen, interventies ontwikkelen. En dan gaan zij actief meedenken, actief meedoen. En dan komt de interventies meer passend, zeg maar, voor hun behoeftes en aan situaties, zeg maar. Ja, dus co-creëren is heel belangrijk. Is, ja, heeft veel waardevolle dingen. Maar het is niet alleen mooi, het is niet alleen makkelijk. Altijd, wij ervaren een uitdaging als wij dat moeten doen. Ja, komt vaak wij te horen dat mensen hebben geen tijd voor of mensen weten niet wat is de juiste manier of ja, de beste ja, wijze om dat te doen. Dus we willen graag nu ja, aan jullie de vraag stellen welke ervaring of welke uitdaging ervaren jullie als jullie ja, co-creëren gaan doen. En dat gaan wij doen met Mentimeter. Dus ja, als jullie gaan inloggen bij Mentimeter en die code gebruiken, dan zien jullie de vraag en kunnen jullie tot ongeveer 3 keuzes ook kiezen. Dus ja, veel mensen zeggen dat omdat zij weten niet hoe het kan, of omdat zij weten niet hoe zij kunnen contacteren met andere mensen. Ja, dan is het nog niet klaar, toch? Ja, misschien zijn er ook nog wel andere belemmeringen die mensen ervaren. Als ja. Je er prettig bij voelt, dan mag je die ook in de chat delen. Ja, dus het hoeft niet alleen. Maar eigenlijk het, ja, het contact leggen, het weten waar je mensen kunt bereiken. Dat zijn toch wel nou ja, twee uitdagingen die veel mensen herkennen. Het gevoel dat je er geen tijd voor hebt en gebrek aan de benodigde vaardigheden. Ja, dat is heel herkenbaar en nou ja, voor ons ook wel positief. Want hier hebben we ook een e-learning zijn we hier aan het, over aan het maken. Dus dat is alvast een kleine preview naar het einde van dit webinar. Maar ook vandaag zullen we daar natuurlijk aandacht aan besteden. Ja. Het is tot nu toe misschien nog wel een beetje abstract, want waar hebben we het nou eigenlijk over van die dingen die we zo samen kunnen maken? Dat is ook omdat er heel veel verschillende dingen zijn die je samen kunt ontwikkelen. Als je het niet per se hebt over de context van de wijk, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het co-creëren van informatiematerialen. Kan natuurlijk in de wijk ook prima. Maar in het algemeen, als je het hebt over co-creëren in de wijk, dan heb je het over dingen als het samen verkennen en het samen ontwikkelen van betere toegang tot diensten. Kunnen ook zorgdiensten zijn. Een voorbeeld is dat wij in de aanpak ondersteuning digitale zorg zijn we aan het kijken hoe we nou eigenlijk de ondersteuningspunten die er al zijn, zowel formeel als informeel, om mensen te helpen bij
zeg even, e-health producten of patiëntportalen en dergelijke, om die beter met elkaar te verbinden, zodat ze ook beter vindbaar zijn. Bevorderen van gezonde keuzes, zoals eet- en beweeggewoontes. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de wijkaanpak stoppen met roken, waar volgens mij ook veel mensen nu als deelnemer vanuit deze wijkaanpak hierbij zijn. Waarbij ook het doel is om gezamenlijk in de wijk eigenlijk dat gesprek, het juiste gesprek over gezonde keuzes op gang te brengen. Je kunt ook denken aan het aanpakken van omgevingsfactoren die gezondheid beïnvloeden. Dus misschien meer op leefomgeving, stressfactoren die gezondheid kunnen beïnvloeden in de wijk. Maar ook belangrijk is het om, als je het hebt over co-creëren in de wijk, om ook te kijken naar hoe richt je nou die samenwerking op een goede manier in. En een deel kunnen wij daar natuurlijk bij ondersteunen om te zeggen van zo kun je erover nadenken. Maar ook dit stuk is belangrijk om samen te doen met de mensen om wie het gaat. Zowel de inwoners als de andere professionals. Wat is nou een prettige manier van werken? En dat moet niet een soort vast stramien zijn. En het is belangrijk om die samenwerking op een zorgvuldige manier te doen. Want we zien dat de afgelopen jaren dat eigenlijk het zowel aandacht voor gezondheidsverschillen als het samenwerken met mensen om wie het gaat, dat steeds gelukkig vanzelfsprekender wordt, dat er steeds meer aandacht voor is. Maar de keerzijde is dat als dat niet op een prettige manier gebeurt, dat mensen op een gegeven moment onderzoeksmoe worden. En ik vond dit een mooi artikel waarin iemand in een wijk in Den Haag, misschien heb je dan zelf al een beeld van welke dat zou kunnen zijn, die zegt, het is dat Den Haag geen dierentuin heeft, zeker, nemen ze ons maar. Het gevoel kan natuurlijk ontstaan als je mensen steeds gaat vragen in bepaalde aandachtswijken om mee te denken over dingen waarbij je dan eigenlijk een soort van beschuldiging geeft, want jullie doen het niet goed genoeg, dat natuurlijk meer afstand kan gaan creëren. En dat is het tegenovergestelde van wat je wil. Dus het is belangrijk om goed na te denken over hoe werk je nou samen op een wederkerige manier, zodat je niet alleen je eigen waarden oplegt, maar dat je ook afstemt met elkaar. Ja, nou, we gaan het hebben over vertrouwen en verbinden. Ja, vertrouwen, wij horen dit term altijd vaak als het gaat over co-creëren, als het gaat over samenwerken. Ook in onze training over samenwerken met mensen om wie het gaat. De kern was echt vertrouwen. Maar hoe bouwen wij echt vertrouwen op? Wat is belangrijk om vertrouwen op te bouwen? Is het vanzelfsprekend dat wij, als wij met mensen samenwerken, dat vertrouwen vanzelfsprekend komt? Eigenlijk, vertrouwen kan makkelijk opgebouwd worden, maar soms is het lastig om vertrouwen ook te houden. Dat wij ook enthousiasme van mensen te laten te blijven verlenen tijdens het proces eigenlijk. Dus het is belangrijk om te benadrukken dat door de tijd om soms vertrouwen op te bouwen en dat te houden tijdens het proces. Maar het is ook belangrijk om vertrouwen dat wij ook de verwachting duidelijk maken. Dus wat verwachten wij van mensen die wij met hen gaan samenwerken? Wat verwachten zij van ons? Zijn de verwachtingen echt duidelijk? Weten zij waarom zij met ons gaan samenwerken? En is samenwerken ook iets voor hen of alleen voor ons? Dus wat kunnen wij voor mensen ook betekenen? Wat kunnen wij ook aan mensen bieden? Waarom moeten mensen enthousiast met ons samenwerken als wij alleen voor hen iets kunnen krijgen, maar niks gaan aan hen bieden? Dus wat is het doel van samenwerken? Dat is ook belangrijk. En ook belangrijk dat is dat vertrouwen ook wederzijde. Dus het is belangrijk dat wij ook begrijpelijk taal en materialen gaan gebruiken. Vooral als het over laaggeletterd mensen gaat. Of en ook dat wij ook laagdrempelige methoden gaan gebruiken. Dus ja, voor sommige mensen misschien is het makkelijk om een op een gesprek te gaan. Voor andere mensen misschien om anoniem bijvoorbeeld vragen een lijst in te vullen ofzo. Dus wat is de juiste methode? Wat is de juiste werkwijze voor de doelgroep met wie wij samen gaan werken? En ook het is ook belangrijk om terugkoppeling van resultaat. Dus de resultaten die wij gaan bereiken in ons project, dat wij terugkoppelen aan mensen met wie wij werken. Dus die zijn de kernaspecten zeg maar, van vertrouwen en verbinding.
Hier is een voorbeeld van een Vlaardingengroep. Een Vlaardingen zijn een groep die heet Vlaardingen Veerkracht. Dit is een groep van verschillende mensen, van ouderen, van jongeren, van mensen met migrantenachtergrond, van mensen zeg maar, die wat ziektes hebben. En die groep komt samen, of ja, die ambassadeurs proberen samen met elkaar te komen om echt verbinden aan veerkracht te vergroten. Dus die zijn mensen vaak die eenzaamheidsproblemen hebben, maar we praten niet over eenzaamheid, maar meer over hoe kunnen wij de verbinding houden, hoe kunnen wij de veerkracht ook van mensen vergroten. Alright. En een ander belangrijk onderdeel van hoe je nou ja, verbinding kunt maken en mensen wederkerig en duurzaam kunt benaderen, is eigenlijk de houding die centraal staat in co-creëren. En dat is om een open houding te hebben. En daar hangen ook die creatieve methoden aan vast. Maar het is belangrijk om mensen niet als een afvinklijstje natuurlijk uit te vragen en vervolgens weinig daarmee te doen. Het is echt de uitdaging voor jezelf ook om die open houding te hebben van wat hoor je om je heen? Durf je echt je eigen aannames los te laten en te luisteren naar wat speelt? Een voorbeeld is hier zo'n olifantenpaadje dat, nou ja, waarvan je duidelijk kunt zien, er is een net aangelegd pad om een grasveld heen, maar je ziet dat mensen duidelijk voorkeur hebben aan een andere route. En wat je dan zou kunnen doen, is om daar gewoon een pad neer te leggen. Natuurlijk is de complexiteit in realiteit altijd iets groter natuurlijk. En heb je te maken met verschillende behoeftes die je naast elkaar kunt leggen. Een belangrijke manier om die open houding te krijgen en ook om die verbinding met mensen te maken, is om je heel bewust in te zetten of je in te leven in de situatie van andere mensen. En zeker als het gaat om de groepen waar Pharos zich op richt, dus het proberen terug te dringen van die gezondheidsverschillen, dan heb je misschien wel te maken met mensen die helemaal niet zoveel ruimte hebben om mee te denken over wat voor jou een belangrijk probleem is, maar voor hen misschien niet. Stel dat je te maken hebt met geldzorgen of dat je in een buurt woont waar je veel overlast hebt. Je ervaart veel stress, dan heb je misschien wat minder ruimte om mee te denken over iets wat voor jou niet als zo'n relevant probleem voelt. En het is dan daarom belangrijk om ook te luisteren naar wat voor mensen zelf wel belangrijk is en daarin proberen om aansluiting te zoeken. En dat wil niet per se zeggen dat je alleen maar hoeft te doen waar de mensen om wie het gaat, wat voor hen belangrijk is. Maar dat je dus elkaar deelgenoot maakt van je uitdagingen en daar dan gezamenlijk oplossingen in probeert te zoeken. Een manier die vanuit het programma Kansrijke Start veel gebruikt wordt om te helpen inleven zijn de spiegelgesprekken. Daarin kunnen professionals eigenlijk in eerste hand horen wat de ervaringen zijn van mensen die ervaringsdeskundigen zijn. Dus dan de methodiek die staat ook op de website beschreven. Maar daarin nodig je eigenlijk een aantal ervaringsdeskundigen uit om samen een gesprek te voeren. En dan kunnen professionals meeluisteren naar dat gesprek. En wat we eerder ook al zeiden, dat zien is geloven. Het maakt vaak veel meer impact, ook als je misschien in een situatie zit waarin je andere mensen binnen je organisatie misschien een beetje moet overtuigen dat het de moeite waard is om samen te werken. Dan helpt het echt om die ervaringsverhalen te horen. Het maakt meer impact dan wat je daarover zelf kunt vertellen. Een andere methode die we vaak gebruiken om samen in te leven is om het samen invullen van een inleefkaart. Dat is een variant op de empathy mapping van design denken, waarin je samen gaat kijken van wat houdt je bezig, wat doe je op een dag. Dat kun je in allerlei contexten toepassen. In dit geval hadden we het over, even kijken, over de rol van hoe het is om te werken als sleutelpersoon of ervaringsdeskundige. Hoe ziet je werkdag eruit? Wat denk en voel je? Wat is voor jou echt belangrijk daarin? Waar word je blij van? Maar ook waar loop je tegenaan? Waar maak je je zorgen over? Dus door dat samen in te vullen, ontstaan ook meteen hele mooie gesprekken over wat eigenlijk de uitdagingen zijn waar mensen mee zitten. Een andere manier om je in te leven en mensen uit de aanpak rookvrij zullen dit vast herkennen, is de wijkverkenning, waarin je eigenlijk gewoon de wijk eens ingaat. En
Nou ja, misschien is dat voor jullie voor de hand liggend, maar voor veel professionals die wij spreken is dat eigenlijk nog best een eye-opener en ook wel een beetje een uitdaging. En het risico is natuurlijk wel dat je, stel dat je in een wijk zit waar al voor de 17e keer een onderzoeker even binnenkomt lopen in het buurthuis, dat je dan dat ook irritatie op kan wekken. Dus het is in ieder geval wel slim om aansluiting ook te zoeken bij iemand die de buurt al goed kent. Dus stel nou dat je die contacten nog helemaal niet hebt in de wijk zelf, dat kan natuurlijk, maar dat je dan dat eerste contact misschien zoekt via een sociaal werker of via de vrijwilliger van een buurthuis of iets dergelijks. Nog een methode om je te helpen inleven en te helpen verkennen wat er speelt in een plek is de leefplekmeter, waar recentelijk ook een begrijpelijke versie van is gemaakt. Nou, je kunt zien, die is al op heel veel plekken wordt die al ingezet om eigenlijk te verkennen van ja, wat zijn nou knelpunten in een wijk of misschien juist ook wel de positieve punten. Waar ben je juist heel tevreden mee en trots op als buurt? En dit model, dat kan je helpen om houvast te geven om eerst je aannames te gaan checken. En dit is de dubbele diamant van ontwerp, van design, waarin je in de eerste fase eigenlijk gaat kijken, lossen we het juiste probleem wel op, voordat we de oplossing helemaal gaan uitwerken. En waarom dit belangrijk is, is omdat we vaak geneigd zijn om te denken vanuit oplossingen. Dat is ook iets heel moois. Mensen zijn oplossingsgericht, we willen kijken van hoe gaan we het aanpakken. Maar wat er dan toch vaak ontstaat, is als je je niet voldoende hebt ingeleefd van tevoren in wat voor mensen nu eigenlijk echt belangrijk is, dat je dan een hele mooie oplossing kan bedenken voor iets waar mensen net niet op zitten te wachten. En dan krijg je de vraag als, maar hoe bereiken we mensen met deze oplossing? Of hoe implementeren we het eigenlijk? En door dat vraagstuk al naar voren te schuiven, dus te zorgen dat het iets is waar mensen op zitten te wachten, samen te ontwikkelen om dat draagvlak te vergroten, kun je uiteindelijk tot passendere oplossingen komen. Ik zag ook in de chat iets staan over... methodiek. Ja, precies. Dat het handig werkt om iets concreets voor te leggen. En dat zit ook heel erg in dat design denken. Dus dat je prototypes gebruikt om die vervolgens weer samen te verbeteren. Maar daarin is het dus wel ook goed om, stel nou dat je helemaal in het begin al concrete dingen wil gaan voorleggen, dat je wel ook die ruimte houdt om het open te verkennen en echt aan te kunnen passen. Want anders dan zit je misschien van tevoren al te sterk te sturen op een specifieke oplossing. Een voorbeeld. Ik vind het altijd lastig om te spreken van goede voorbeelden, omdat ik er zelf niet bij was. Dus ik ken niet alle details natuurlijk. Maar we krijgen vaak de vraag van over goede voorbeelden en inspiratievoorbeelden. En ik denk dat het aspect van dit voorbeeld, dat het mooi laat zien hoe je op zo'n verbindende manier, op een co-creatieve manier, je proces kan inrichten als je in een regio samen wat wil gaan aanpakken. In Goes Bezig, in het project Goes Bezig, hebben ze ook heel erg gekeken naar wat is voor mensen zelf nu belangrijk. Door sociale marketing te doen, hebben ze dus opgehaald van wat is voor mensen nou belangrijk. En dus als je gezondheid wil gaan verbeteren, nou in dit geval, als ik het goed zeg, bleek dat mensen juist heel erg zaten op mogelijkheden voor kinderen, dus een gezellige leefomgeving voor kinderen. En dat je daar dat dan als haakje gebruikt om ook je eigen doelstelling aan te verbinden. Een methode die we ook vaak toepassen is de werkvorm wat willen we in het nieuws zien. En dat is eigenlijk een manier om samen tot een gedeelde visie te komen. Want wat we eerder al zeiden, een uitdaging kan soms zijn om juist met die verschillende belanghebbenden rond de tafel te gaan zitten. Dus het gaat niet alleen om wat de inwoner vindt, maar het gaat erom hoe je gezamenlijk tot goede lijnen kunt komen. En wat willen we in het nieuws zien is een methode die je daarbij kan helpen. Ook lekker visueel, dus als mensen wat minder vaardig zijn in lezen en schrijven, kan dat ook goed helpen. En daarmee kun je dus eigenlijk zeggen van, nou, als wij nu als groep hier samen, als wat wij hier aan het doen zijn over 3 jaar in het nieuws zou staan, wat zouden we dan willen dat er over ons geschreven wordt? En dat kan je helpen om tot die gezamenlijke visie te komen. Oké. Zijn er tussendoor vragen over? Is het allemaal helder? Oké.
Dan gaan we door naar het derde onderwerp. Ze hebben nu het gehad over verbinding en vertrouwen, hoe je een open houding kunt hebben en hoe creatieve methoden daarbij kunnen helpen. En als laatste gaan we nu kijken naar de verschillende rollen van samenwerken, waarin we dus ook kijken van hoe ga je nu eigenlijk die samenwerking inrichten en hoe kun je erover na gaan denken om contact te leggen met mensen. Jullie zijn waarschijnlijk wel bekend met de participatieladder, waarin je op de onderste ladder eigenlijk het laagste niveau van participatie, dus geen participatie, waar je mensen informeert. En dan ga je steeds iets hoger op de trap, waarbij mensen eigenlijk steeds meer een actieve rol hebben en meer invloed hebben op de uitkomst en op het proces. Wij werken met een participatieuitje. Je kunt het noemen zoals je wil, maar het gaat er vooral om het nadenken over verschillende rollen die mensen kunnen hebben en het opschalen van bevindingen. Daar kwamen ook wat vragen over van hoe kun je nou in een co-creatietraject zorgen dat wat je doet, dat dat ook representatief is. Wat wij belangrijk vinden is dat mensen met ervaringskennis of met kennis uit de praktijk, dat die ook ongevraagd advies kunnen geven. En dat helpt je namelijk om blinde vlekken in je eigen denken te voorkomen, ten opzichte van als je altijd zelf bepaalt wanneer mensen mogen meedenken. Want dan kan het best zijn dat je zelf dat je iets mist en dat je alleen antwoord krijgt op de vragen waar je zelf aan denkt. Dus in de kern wil je samenwerken in partnerrol met een klein groepje mensen in principe die verstand hebben van ervaringskennis hebben of de wijk goed kennen. Daaromheen wil je dan met een iets grotere groep adviseurs samenwerken. Dus dat zijn misschien mensen, als je partners ziet als bijvoorbeeld je projectgroep, dan zouden je adviseurs kunnen zijn, focusgroepen met wie je werkt, misschien een panel dat af en toe meekijkt of een uitgebreidere groep stakeholders die je regelmatig consulteert. En daaromheen zit eigenlijk de breedste schil, de meeste mensen met mensen die prima in een wat minder participatieve rol kunnen meedenken. Dus stel nou dat je een brede uitvraag aan het begin doet, dan wil je misschien wat meer mensen kunnen spreken. Stel nou dat je iets ontwikkelt en je wil dat gaan testen, dan wil je misschien ook weer wat meer mensen spreken om te kijken of het wat je hebt gedaan representatief is. Als het gaat om die intensievere rollen, dan wil je liever werken met mensen die bijvoorbeeld ervaringsdeskundig zijn. We gaan zo nog even op in wat nou precies het verschil is van die termen. Terwijl als je de losse meedenkers, dat kan eigenlijk iedereen op straat zijn. Iedereen die gewoon vanuit hun eigen ervaring kan delen wat ze vinden, waar ze tegenaan lopen. Nou, wat ik net al een beetje noemde, het is handig om met die partners te werken om blinde vlekken te voorkomen. En ook om dat vertrouwen goed te hebben. Mensen die dichter in je projectgroep zitten, die kunnen dus ook meekijken. Bijvoorbeeld op welke manier betrekken we mensen in die andere schillen van de ui. Kunnen dus op het proces meekijken. En hoe verder je eigenlijk naar buiten gaat in die laag, hoe meer je toewerkt naar het opschalen van de aanpak en het creëren van de beweging. Dus Mara noemt net dat wij over verschillende rollen van samenwerken gaan hebben. Dus er zijn verschillende rollen. Dus bijvoorbeeld mensen met ervaring. Dus mensen die iets delen vanuit hun eigen ervaring. Die delen van persoonlijke verhaal, zeg maar. Bijvoorbeeld mensen die hebben ervaring met roken of mensen die hebben ervaring met vluchten of zo. Dan bijvoorbeeld vanuit mijn eigen perspectief of mijn eigen verhaal delen, bijvoorbeeld over vluchten of hoe ik als nieuw persoon in Nederland. Maar er zijn ook het verschil met ervaringsdeskundigen. Dus ervaringsdeskundigen, mensen die ook eigen ervaring hebben, dus ook hun persoonlijke verhaal hebben, maar die bovendien kunnen ook hun inzichten of kunnen hun advies ook geven voor mensen met vergelijkbare ervaring. Dus ook hier voorbeeld stoppen met roken. Dus ze kunnen ook advies aan mensen die nu aan het roken zijn, hoe zij dat kunnen stoppen. Kan bijvoorbeeld van mijn eigen perspectief om vluchteling hier te zijn, mijn advies of inzichten geven aan mensen die hier nieuw zijn. Hoe is het bijvoorbeeld om hier nieuw te zijn? Hoe is het om een nieuwe cultuur te ervaren? Het is een nieuwe taal te leren. Dus dat is het verschil tussen ervaringsdeskundigen en mensen met ervaring. We hebben ook sluiter
figuren. Dus laten we vergroenen, die zijn mensen die grote netwerk hebben in de wijk bijvoorbeeld. Mensen die verbinders kunnen, of die verbinders zijn, zeg maar. Die kunnen de vrijwilligers zijn in de wijk, die kunnen de betrokken buurtbewoners. Kan ook iemand die bij de kassa werkt in de supermarkt. Dus iemand die veel mensen kent en ja, bijna iedereen hem kent, zeg maar. Dus die personen hebben ook toegang, zeg maar, tot grote netwerk. En we hebben ook de sleutelpersonen. De sleutelpersonen die zijn vooral met mensen met de vluchtelingachtergrond of mensen met de migrantieachtergrond. Mensen die hier nieuwkomers zijn, of ja, kunnen ouderkomers zijn, maar die het rol van brugbouwers kunnen ja, hebben tussen nieuwkomers aan de organisatie. Dus die mensen kennen allebei culturen, kennen allebei ja, perspectieven, zeg maar. En vanuit daar kunnen zij ook advies geven, kunnen zij ook andere mensen helpen om beter verbonden aan elkaar te zijn. Zij kunnen zeker ja, hun ervaringskennis met allebei kanten ook delen. We hebben ook vanuit Varus de Varuskaart voor sleutelpersonen. Dus in die kaart kunnen ja, mensen zien welke sleutelpersonen zijn actief in hun gemeente of in hun gebied, zeg maar. En welke rol ook of speelt die sleutelperson, zit er ook wat contactgegevens erbij. Ik ga gewoon even een vraag aan jou stellen, want ja. Er waren best wel wat vragen. Ook over hoe weet je nu dat iemand een sleutelpersoon is? Ja. En hoe ga je nu op een goede manier contact leggen? Ik kan me voorstellen dat het ook voor mensen wel interessant is om te horen van hoe pak je dat nou aan als je nu in zo'n co-creatietraject zit of je wil dat gaan opstarten en je wil gaan samenwerken met ervaringsdeskundigen of sleutelpersonen. Hoe zou je dat dan kunnen aanpakken? Ja, ik kan ook ja, zoeken naar sleutelpersonen. Het is ook belangrijk om te kijken ja, in welke rol is die sleutelpersoon actief is. En ja, met hem of in gesprek gaan over wat verwacht je van hem met samenwerken, zeg maar. En wat wil hij of zij bereiken met samenwerken? Met welke doelgroep is hij actief? Ja, omdat zijn ook sleutelpersonen die ook gespecialiseerd zijn in verschillende gebieden, zeg maar. Sommige in zorg, sommige in welzijn, andere in, ja, wat kan ik ook hier, ja, welzijn ook, ja, gebieden of met sociaal ook, ja, meer met sociaal rol hebben. Dus dat is afhankelijk meer van het doel van ons project en waar kan of wat kan ook de sleutelpersoon ook het beste betekenen voor ons samenwerken? Ja, dit antwoord op jouw vraag. Ja, we hebben zo ook nog ruimte voor wat meer vragen. Dus, ja, ja, want we kunnen natuurlijk in een webinar niet alles delen wat we aan kennis hebben over hoe we goed kunnen samenwerken en co-creëren in de wijk om gezondheidsverschillen te verminderen. Dus even een klein doorkijkje naar waar je nog meer voor bij VAROS terecht kunt. Om een strategische verkenning te doen, om te kijken van op welke manier kunnen we nou de meeste impact maken. Dus eigenlijk voordat je gaat beginnen met de samenwerking, dat je bepaalt van oké, om gezondheidsverschillen terug te dringen, kan ik het beste deze groepen of deze mensen met deze factoren benaderen om echt het verschil te gaan maken en te zorgen dat hun stemmen ook sterker vertegenwoordigd gaan worden in de ontwikkeling van aanpakken, beleid of interventies. Welke randvoorwaarden moet je nu eigenlijk op orde hebben voordat je goed kunt beginnen? Want we merken soms dat, nou ja, stel dat er van tevoren niet goed is nagedacht over tijd om mensen te begeleiden of geld om mensen te vergoeden, dat daar dingen op mislopen. Als die continuïteit niet gewaarborgd kan worden, dan, nou ja, dan houdt het vaak snel op met samenwerken. We kunnen helpen met het aanpak ontwikkelen om ervaringskennis op een goede manier in te bedden. Dus kijken ook samen met mensen om wie het gaat van wat is nou een prettige vorm van samenwerking die aansluit op wat nou ja, effectief en efficiënt is voor de organisatie, maar ook werkt voor de mensen om wie het gaat.
We hebben ook een training ontwikkeld op waar vind je elkaar? Dus als je echt je netwerk van inwoners duurzaam wilt gaan uitbreiden. En dat is een reactie op de vraag die we vaak krijgen van waar vind ik ze nou eigenlijk? En het gaat er dus veel meer om waar vind je elkaar? Niet alleen qua fysieke plekken, maar ook in behoeftes, in doelen. Waar ontmoet je elkaar? In waardes. Het echt daadwerkelijk co-creëren vanuit drie luikje praktijk, theorie en ervaringskennis. En natuurlijk altijd belangrijk om daar ook op te monitoren, zodat je ook ziet wat voor impact je maakt met wat je doet. Aan het einde van het jaar hebben we ook een e-learning die live gaat over de basisbeginselen van samenwerken met mensen om wie het gaat. Dus hoe werk je toe naar een mindset waarin vertrouwen centraal staat? Met wie wil je samenwerken om gezondheidsverschillen tegen te gaan? Hoe zorg je dat mensen in een passende rol kunnen bijdragen? Welke vaardigheden heb je zelf nog nodig? En wat moet je vooraf op orde hebben? Dus mocht je daar interesse in hebben, hij is nu nog niet live, maar je kunt alvast een mailtje sturen naar co-creatie@varus.nl. Als je dan gewoon e-learning in het onderwerp zet, hoeft verder niks bij, lekker laagdrempelig, dan houden we je op de hoogte als die live komt.